U bent een schilder, maar ook een groot verzamelaar. Samen met uw vrouw heeft u in de pastorieboerderij De Weem in Westeremden een heleboel prachtige spullen om u heen verzameld. Begon ooit met Chinees porselein en aardewerk, geloof ik. Ook, ja. En we hebben ook een heel aantal van de objecten die u thuis heeft hier in het museum staan. Ja. Waaronder ook, blijven een beetje in het Chinese thema, deze twee kastjes afkomstig uit China. Ja. Ze staan er in het echt en u heeft ze vastgelegd. Ja, ja. Het zijn er twee, maar thuis heeft u er nog een staan. Ja, ze zijn niet heel oud, waarschijnlijk 19e eeuw, maar in dat mooie Chinese lak. Dat is een bepaald procedé van schilderen, waardoor een hele grote, ja, diepe, rode, bijna gloeiende kleur ontstaat. Die opgebouwd is uit lagen, denk ik. En nou, al ras ben ik één kastje gaan schilderen met een Chinese pot erop. Het kastje is, zoals ik al zei, waarschijnlijk 19e eeuw. De pot die erop staat is 14e eeuw. En toen die klaar was, toen dacht ik, ja, dat is het dan. Hè? En dat schilderij heb ik ook altijd gehouden in de eigen collectie. Maar op een bepaald moment dacht ik, daar zit nog een schilderij in een ander kastje. En dan doe ik dat deurtje open. Deze is aan de binnenkant ook interessant. Er zit weer net even een ander slotje op. Ander ding op het kastje. En dan heb je toch weer een heel nieuw gegeven, als het ware. Het leuke van spiegelende dingen is dat je ook nog iets kunt aanduiden in de spiegeling. En in die fles bijvoorbeeld, net in het midden, daar zie je nog een vaag zelfportret zitten. Het is natuurlijk geschilderd in mijn atelier met de ramen die dat mooie licht naar binnen laten. Ja, er worden ook door mensen die reacties achterlaten en soms ook een enkele vraag, wel vragen gesteld van schildert u inderdaad altijd met dat licht van rechts? Ja, eigenlijk wel. Dat is het mooie noordenlicht wat alles prachtig kan bestrijken. Ja, ja. U heeft wel een keer een schilderij gemaakt met licht van links, maar dat was niet in het eigen atelier. Dat was in het atelier van Rembrandt in Amsterdam. Daar kwam het licht inderdaad van links. En zo hoort het eigenlijk ook als je rechtshandig bent. Ja. Om dat dan te doen met dat licht van links, was dat extra lastig? Nee, zo was het niet. Nee. Het was ook zo, zo deed het zich voor. En het was ook mooi om dezelfde plek te zitten als waar Rembrandt 20 jaar gezeten heeft. Met dat licht, met die type ramen. En ook in die hele situatie waarin hij dat gemaakt heeft, dat was wel heel bijzonder, hoor. Ja. Op de planken bij de familie Helmantel staan ook heel veel Romeinse glazen voorwerpen. Er zijn ook flink wat schilderijen hier waarop dat prachtige Romeinse glaswerk tevoorschijn komt. Het begon met het verzamelen van Chinees aardewerk en porselein, maar de fascinatie voor Romeins glas kwam al snel daarna, heb ik begrepen. Mijn vader had een oliefles die in een mandje zat. En daar zat nog een beetje olie in. Als ik die dan op de kop deed, dan werd de kleur van het glas heel anders. En dat liet ik dan weer wegzakken. En zo keek ik daarnaar. Heel fascinerend. Heb ik ook geschilderd in het begin. Het mooie van Romeins glas is dat er vrij veel overgebleven is. Want wat was het geval? Romeins glas werd gebruikt, maar werd ook meegegeven in graven. En een graf wordt toegedekt en als er maar niemand bij komt, dan kan het de eeuwen trotseren. Wat gebeurt er met het glas? Dat krijgt de invloeden mee van de bodem, van vocht of droogte. En dat begint te iriseren. En het glas is over het algemeen groenachtig van kleur of blank. Soms ook wel blauw, maar meestal groenachtig in allerlei tinten. En door de irisatie ontstaat er een huid die je eigenlijk helemaal niet zelf kunt maken, maar die ontstaat door de tijd. Nou, en dat is de charme van de Romeins glas, dat het in allerlei variaties opgegraven wordt. En ik ben een groot liefhebber van de volmaakte vorm. Of het nou een fles is, of een schaal, of een kruik. De vorm moet goed zijn en de sfeer moet goed zijn. Dat is mijn criterium waarbij ik overweeg om iets aan te schaffen. Want dat wordt ook weer toegepast in mijn schilderijen. Je ziet het hier gebeuren. Als een soort optocht staan ze naast elkaar, als het ware lopend door de woestijn. Ritmisch ook zodanig dat het steeds een spel is van op en neer.
En zo heb ik geprobeerd om ook een soort ode te brengen aan de schoonheid van het Romeinse glas. Dit is best wel een bijzondere compositie als je dat vergelijkt met de stillevens zoals u ze meestal maakt. Er zit vaak een soort driehoekscompositie in, dingen overlappen elkaar. Ja. Dit heeft echt elk zijn eigen plekje. Ja, nu mogen we hier niet met Romeins glaswerk gaan schuiven, maar daar achter mijn helmmantel staat een tafel en iedereen die dat leuk vindt, mag daar dus zijn eigen compositie gaan maken. En je hebt ook een enkeling, en daar roepen we ook toe op aan het begin van de tentoonstelling, om alvast een papiertje en een potlood mee te pakken. Want dan kun je ook heerlijk rustig hier even gaan zitten om dat wat je hebt geschoven bijvoorbeeld mooi vast te leggen. En het aantal boodschappen voor Henk Helmmantel is zo mogelijk nog veel groter. Dat zijn echt al duizenden, werkelijk waar. Heel mooi om te zien dat mensen echt de tijd nemen om eens even te kijken of ze nog wat kunnen tekenen.